Applaus voor een van... Ja, het gaat nu snel allemaal. Pas 24. Het zou mooi zijn als er een keer wat lukt erbij. Dat zeg ik toch echt zonder enig cynisme, maar ik kan me toch geen moment herinneren. Bira. Sosa. En dat is ook in de ploeg. Voor Alici gekomen. Tijd om weer wat te drinken, want het blijft warm genoeg daarvoor. Er zijn ook de afspraken die hier nog veel erger kunnen zijn. Ik denk alleen maar aan de strafschop die bij Lo is te stoppen. En zo wordt de vraag ook maar hoe verder de... En ook... Bilaar neemt zijn tijd. Krijgt die tijd ook. Feyenoord blijft op afstand. Bilaar. Bal goed doorgespeeld. De assistent. Bilaar. Kwetsbaar, dan dus toch ook. Hoe sterk begonnen. En hoe matig geëindigd. Ook niet de grootste. Bij 3-0 heeft Feyenoord toch wel... via doelman Bijlo, die de strafschop die 4-0 had kunnen betekenen... een signaal afgegeven. Dat zou ik mooi kunnen zeggen. En laat... niet meer zo nadrukkelijk aanwezig is, behoudt het wel de volledige controle over de wedstrijd. Ook bij Nieuwkoop, Berghuis, Nieuwkoop, Berghuis. Ajoep. Nou, dat is aardig. En nu? Als het een halve minuut gaat bijtellen, dan wordt het nachtwerk. En het verdient ook te verliezen. Er wordt veerkracht getoond. Ook natuurlijk, Fenerbahçe is veel gaan wisselen. Ajoep, Toornstra, niet de goede keus. Dat het een... strafschop zou zijn. Ja, het lijkt onwaarschijnlijk. De Batje heeft heel veel gewisseld. Maar dat heeft Feyenoord ook gedaan.